Yes, dan ga ik u mijn microfoon geven. Ja. Zo, dat is heel professioneel gereden. Beste dames en heren, jongens en meisjes, welkom op deze eerste keer in Amsterdam. Georganiseerd een kinderrechtenfestival. Het festival vindt zich in Studio K, midden in de Indische buurt, in Amsterdam. Ik voel me bijzonder gezegend om hier te staan als buurtbewoner. Mijn naam is Ahmed El Misri, de voorzitter van Asadaka Community. Dat geeft ook hoop, want dat is wat is net gezegd, die zich al jaren inzet voor integratie, voor sociale cohesie, voor participatie. Kortom, voor alle belangrijke dingen die mensen tot mensen maken. En in het bijzonder kinderen, dames en heren. Hebben alle kinderen onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en familiehereniging? Kunnen ze allemaal een paspoort krijgen? Worden ze beschermd tegen geweld, pesten en discriminatie? Wij hebben zeker een lange weg te gaan, ook hier in Nederland. De politiek en economische omstandigheden mogen door de jaren heen veranderd zijn. De hele vragen waar Asadaka Community zich op richt zijn zo goed als hetzelfde gebleven. Veel mensen leven in armoede. En dit is nog erger geworden sinds de economische crisis van de laatste jaren. Mensen verliezen hun werk, kunnen hun rekeningen niet meer betalen, worden zelfs uit huis gezet. En dit overkomt steeds meer mensen, ook mensen die voorheen geen problemen hadden. Maar de groep waar Asadaka Community zich opricht, zijn mensen die het voor crisis toch al moeilijk hadden. Mensen die het al met een klein beurs moeten doen. Mensen met een beperkt netwerk. Mensen die niet goed de weg weten naar onderwijs, werk of naar sociale instanties die hun daarbij verder kunnen helpen. Mensen vaak met een migratieachtergrond, die sociaal geïsoleerd zijn of die zichtbaar of onzichtbaar beperking hebben. De participatiesamenleving wil dat mensen sterker worden, zelfredzamer en dat mensen elkaar meer gaan helpen voordat hier een beroep op professioneels wordt gedaan. Asadaka Community werkt al jaren en het versterken van zelfredzaamheid van kwetsbare burgers en het verbinden van sterke en zwakkere bewoners. Bijvoorbeeld door haar taallessen. Om goed je weg in de Nederlandse samenleving te vinden, moet je de taal kunnen spreken en lezen. De taalwinkel met taallessen op verschillende niveaus is dan ook een van de kernactiviteiten met maatwerk die Asadaka Community al jaren aanbiedt. Maar ook met haar educatieve en emanciperende
activiteiten, zoals vrouwenactiviteiten, informatiebijeenkomsten of avonden en gezondheidsvoorlichtingen. En wie haar lotgenoten groepen stimuleert als Sadaka community mensen met een afstand tot samenleving om sterker en zelfredzamer te worden en elkaar daarbij te ondersteunen. Tijdens het sociaal spreekuur dat tot ver buiten Amsterdam bekend is, helpen vrijwilligers en stagiaires van Asadaka Community mensen met uiteenlopende problemen, van formulieren invullen tot opvoedingsondersteuning, en verwijzen zo nodig door naar de juiste instanties. Maar het werk wordt de bezoekers niet uit de handen genomen. Zij worden gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te regelen, waardoor ze het op de duur zelf kunnen doen en weer onderen daar de anderen daarbij kunnen helpen. Het is bij Asadaka community geven en nemen. En niemand komt hier alleen maar halen. Iedereen brengt wel mee in doet. En dat is de kracht van ons vriendschapscommunity. Omdat de inzet van ervaring, deskundigheid en maatwerk bij Asadaka community centraal staat, zijn onze activiteiten altijd heel laagdrempelig. Hierdoor bereiken wij mensen die bij reguliere organisaties buiten beeld blijven. Juist in deze tijden van transities in de participatiesamenleving zijn organisaties als Asadaka community hard nodig om hiervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. En doet zorg, in dat zorg en ondersteuning toegankelijk worden gemaakt voor de meest kwetsbare bewoners. We spelen hierbij steeds meer in op het wijkgericht werken dat ervoor moet zorgen dat formeel en informeel zorg- en welzijnsorganisaties beter met elkaar gaan samenwerken. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat alle buurtbewoners met een hulpvraag de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Sociale cohesie en solidariteit hebben door de jaren heen altijd bovenaan de agenda van Asadaka community gestaan. Elke tijd kent zijn eigen problemen die mensen uit elkaar drijven en voor onderling wantrouwen zorgen, armoede, onrust en oorlog in de wereld. 9-11, de moord op Theo van Gogh. Op dit moment is de terugkerende radicalisering van moslimjongeren bijvoorbeeld een belangrijk maatschappelijk probleem dat veel mensen zorgen baart en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Asadaka community pakt deze onderwerpen op een actieve manier, op een georganiseerd meldpunt, sociaal spreekuur en discussie in de dialoogbijeenkomsten om ervoor te zorgen dat mensen hier
eindelijk met elkaar over kunnen praten, hulp, zorgen kunnen delen en elkaars mening leren respecteren. Maar ook taboes onderwerpen zoals seksuele diversiteit die tot maatschappelijk scheidslijnen kunnen leiden, worden door middel van diverse projecten opgepakt en bespreekbaar gemaakt. Ook hier weer weet als vandaag mensen te bereiken die reguliere organisaties niet weten te vinden. Zij werken daardoor actief aan echte sociale cohesie. Want alleen samen kunnen wij verder. Er is al genoeg haat in de wereld, in deze wereld. Wij zitten in vol vriendschap door elkaar te leren kennen, te begrijpen, te waarderen, kunnen wij samen in van onderop een redzaam en productieve samenleving creëren. Te beginnen in ons eigen buurt. Dames en heren, ik ben heel graag. In Nederland heeft in 1995 het VN-verdrag inzake de kind, de rechten van het kind geratificeerd. Dit betekent dat Nederland verplicht is hiervoor te zorgen dat kinderen in een veilig en beschermd omgeving op kunnen groeien. Een omgeving waarin kunnen kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Ook in Amsterdam dus. Wij hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd in het oplossen van problemen waarmee kinderen in hun ouders, burgers, gediscrimineerd, immigranten te maken hebben of te maken krijgen. De eerste stop, en dat blijkt steeds opnieuw van enorm groot belang te zijn, de erkenning van het probleem, zowel door degene die dat probleem geconfronteerd wordt, als door degene die aan de zijde van de hulpverlening staat. Dat herkenningsteen wordt nu ook door beleidsmakers, onderzoekers, hulpverleners in allerlei anderen die met deze kinderen, ouders, mensen te maken hebben, erkend. Wij zullen ook zeker niet stil blijven staan bij het constateren van het probleem of het in kaart brengen van situaties. Het is onze taak om de situatie aan te pakken, om te komen tot een bevredigende oplossing. Hopelijk kunnen wij hieraan vanmiddag een eerste bijdrage leveren. Ik dank u.